Ik ben Rob Rasven, plaatsvervanger van de Braga-groep. Op dit moment zitten we onder in de boxer. En zitten wij ter ondersteuning van de voorste twee groepen die een verkenning gaan doen op een hindernis dat ons moet tegenhouden. We zijn nu bezig met een opmars en die hindernissen die zijn wij aan het doorbreken met ons peloton. Dezelfde locatie als het vuur, die verhult onze opmars en dan gaat alles in één keer 100% voorwaarts. Het peloton bestaat uit vier nagenoeg identieke eenheden, waarbij je een groepscommandant hebt, samen met zijn plaatsvervangend commandant. Dan heb je in elke groep één pionierverkenner, die is specialist op terrein en routes. Twee lichte mitrailleurschutters en elke groep heeft daarbij nog een antitankschutter, bijvoorbeeld een zware schut meedraagt. Hindernissen kunnen verschillende vormen hebben. Dat kunnen draadhindernissen zijn. Dat kunnen ook hindernissen zijn met balken, zand opgeworpen, krateringen. En daarvoor hebben wij onze eigen specialisten bij die ervoor kunnen zorgen dat deze hindernissen opgeruimd worden. En wij alsnog de weg kunnen vervolgen en ons doel kunnen halen.